Het is vrijdag. Het is middag. Vrijdag. Dit kan ik niet. Ik kan niet op deze manier in een Kijkers Extra doen. Omdat je jezelf omdat hoort op de achtergrond hoort. Nog. Ik kan het echt niet. Wat sick. Ja. Nu gaat de deur dicht. Oh, dit is een soort van the voice of God die ik nu hoor. The voice. Ja, ik hoor. Ik luister dus heel graag naar mijn eigen stem. Ja? Ja, daarom kijk ik op de livestreams terug. Ook een Patrick Bateman ben jij dan. Dat klopt. Ja. Flex in eerst 1000 push-ups doen. Ja. Ik heb ook van die feest van die gezichtsmaskertjes. Onder de douche, heb ik echt? 1000 scrubs en dingetjes, maar dat heb ik ook. Ja, dat is nice. Alleen behalve mijn driekwart van mijn gezicht. Ja, je hebt alleen een paar wangen, een neus en een voorhoofd. Behalve dat ik wel halve wangen ook. 5 middeltjes voor mijn baard ook heb om die te rinsen. En dat heb ik ook wel eens geprobeerd, maar dat was bij mij echt wel geen zin. Nee. Maar je hebt dus ook overal spiegels in je huis? Ik heb maar 3. Alle drie op het plafond van je slaapkamer natuurlijk. Nee. Oh, nee, er eentje voor de deur natuurlijk, voor als je voor weg gaat. Weet je, dat je even kan... Ik heb dit aan, dat kan helemaal niet. Precies. Of het is inderdaad zo'n fly guy, tot straks. Ja, ziet er scherp uit. Heb je niet eentje soort van aan de binnenkant van een handschoen, dat je gewoon constant jezelf zo... Dat is wel nice. Dat is een beetje die... Zo'n worstelaar, ik was het laatst met skaten en die had dat hier de hele tijd. Een selfiecam heb je daar natuurlijk voor, man. Daar heb je geen spiegel voor nodig. Ja, ik weet het niet. Het is toch anders. Selfie. Maar zat hij dat zichzelf aan het bekijken? Ja. Waarom? Is dat zijn gimmick? Dat is zijn gimmick. Ja, zichzelf aan het bekijken. Ah, ja, dat was de Pretty Boy. Pretty Boy Wrestler. Ja, zoiets. Dat is cirkel. Maar we hebben net de stream gehad. Ja. Einde van de week vrijdag staat waarschijnlijk online. Ja, en dit was nog eventjes het weekend inluiden, toch? Dat gaan we samen nu aan doen op dit moment. Dat is waar dit voor is. Dit is zeg maar de extra Kings. Jelle en David presenteren je het weekend. Ja. Alsjeblieft. Ja. Heb je plannen dit weekend? Wij hebben plannen dit weekend. Jij hebt al plannen gezegd natuurlijk, want je zit ook in het einde van de week. Je hebt het waarschijnlijk al gezegd. Nee? Dan gaan we het nu zeggen. Misschien ook wel. Misschien heb ik het wel al gezegd. Ja. Maar ik heb het wel gezegd. Misschien is het eruit gekregen. Samen met Steve de Slang Sanders. Steve de Slang Sanders. Gaan wij naar Veldhoven in de buurt van Eindhoven. Of all places. Ja, gaan we naar Abonai. Ja. We gaan filmen op Abonai. We gaan gezelligheid op Abonai. Abonai heet het gewoon volgens mij. Volgens mij heet het Abonai. Het is gewoon Abonai. Maar het is een convention is het. Dus het is wel een convention, maar het heet gewoon Abonai. Net zoals dat First Look ook een convention zou kunnen zijn. Maar het heet niet First Look, een festival. Nee, maar het is een festival. Ja, oké. Het is geen convention, het is een festival. Festival, maar we gaan naar Abonai inderdaad. We gaan naar Abonai, dus als je daar ook bent, een meisje in een cosplay outfit, zeg dan eventjes, hoor, ik ben die en die. Ook als je een guy in een cosplay outfit bent, hoor. Hier presenteer ik je mijn cleavage. Het is heel seksistisch, maar sorry. Dat is nou eenmaal... Alright, dat is de Patrick Bateman in Niet de insteek van de aflevering. Nee, die wordt serieus. Die wordt niet... Maar weet je, ik heb gewoon een ding met cosplay chicks. Ja? Ik vind het cool. Maar heb je dan... Cosplay guys wat minder. Dat vind ik maar heb je dan cool. ook een soort van game characters of cosplay characters die je echt extreem geil vindt? Als ze bloed hebben. Als ze bloed hebben. Als er bloed opgemikt zit, dan... Als ze in letterlijk bloed... Ik dacht van, als ze ademhalen, dan is dat genoeg. Ik dacht, dat is redelijk basic. You are not a man of many things. Nee, als ze letterlijk... Als er bloed over ergens opgemikt zit. Ja, daar heb ik gewoon een ding mee. Als in soort van modieus bloed, als in... clean splatters. Kan ook zombie shit, vind ik ook geweldig. Ja, via zombie. Vind je dat zombie echt? Kan je daar echt een ding op doen? Nou ja, niet een ding op doen. Het is niet dat ik me zit te masturberen op cosplay chicks van met bloed. Hey, whatever creams your twinkie ja, on, nee, right? Als ze een cleavage hebben. Ik hou er wel van. Oké. Ja. Ja. Jij? Ja, nee. Ik vind je hoeft er geen fetish nu de wereld in te instellen. Nee, maar ik vind het vet hoe het eruit ziet. En ik heb een soort van de utmost respect voor mensen die dat soort van zoveel moeite erin steken. Ja. Maar verder dan dat gaat het bij mij. Nee, ik moet zeggen dat je de laatste paar jaar zijn wij toch wel een beetje... erin gegroeid of zo. Weet je, vroeger dat wij zeg maar, weet je, begonnen, of dat jij zelfs begonnen, wat dan ook. Toen was het een soort van, het was niet frowned upon, weet je, want het is nog steeds, weet je, je geek, dan moet je gewoon een ontzettend de wereld niche was het. Ja, precies. Weet je, dus was het altijd een soort van, wow, moet je kijken, die guy heeft veel werk gestoken in zijn pak voor de beurs, weet je. Dus of niet. Je hebt de Tokyo Game Show, dan in een sick cosplay, daar is het natuurlijk al lang echt huge. Ja, maar hier... natuurlijk. Ja, maar daarom, weet je, je ziet het steeds meer. Op elke beurs, daar hoor je bijna gewoon in cosplay. Je bent eigenlijk niet zo tof meer als je niet in cosplay gaat. Nee, vroeger was het echt bij mij op de middelbare school, was het ook van... Dan had je die ene guy die dan in het weekend in een weiland Naruto-scènes ging naspelen of zo. Ja. En tegenwoordig is dat gewoon cool, omdat je dan cool, gewoon een hele vriendengroep hebt die samen
iets voor een serie doet. Net zoals bijvoorbeeld vorig jaar op First Look heb je natuurlijk die... wat was het? Die Mortal Kombat crew. Daarom. Weet je, dat is super vet. Ja, nou, dus. En dat gaan wij nu... ja, ik wil natuurlijk nog niet van spoilen. Ja, we gaan erin duiken. Maar je gaat letterlijk, er gaan twee mensen een pak duiken. Ja. Anders toch? Nee, want ik ben er en jij en Emiel. Dus, volgens mij wordt het Jelle Kunst en Emiel Kampen. Was het maar zo'n feest. Okay. Ik ga het filmen, dus dan weet je al wie er een cosplay. Maar dat is nog niet morgen. Morgen zal je, als je er bent, Steven en David nog niet een cosplay zien. Maar dat is in ieder geval wat we dit weekend gaan doen. We gaan naar Abonnee. Ja. Dus laat weten of je ook gaat. Ja. Laat weten of je ons gaat high-fiven. Ja, en als er wat je komt, laat weten als wie je gaat. Precies. En als je bloed hebt, dan moet je bij mij uit de buurt blijven. Als je bloed hebt. Dus ja. Iedereen moet uit de buurt blijven van Jelle Kunst. Ja. Hoi.